Ja, allemaal dankzij het wereldwijde web. In China probeert de overheid daar met alle macht grip op te krijgen. Om schandalen zoals die de laatste weken spelen te voorkomen. Zo is er de blinde activist die naar Amerika wil vluchten. En een politiek leider wiens familie wordt verdacht van moord en corruptie. Maar misschien nog opvallender dan de kwesties zelf zijn de ongekende discussies daarover die zijn losgebarsten op het Chinese internet. Het is al schuivende lamellen, het Chinese internet. Soms open, maar de laatste tijd weer dichtgetrokken door de overheid. Die voert voortdurend strijd met een steeds nieuwsgierigere bevolking die bovendien steeds sneller reageert op groot nieuws. Vooral via Weibo, met 200 miljoen gebruikers het Chinese alternatief voor het in China verboden Twitter. Toen de schandalen rond de gevallen politicus Bo Xilai en de gevluchte activist Chen Guangcheng losbarsten, liet de overheid de stortvloed aan berichten hierover blokkeren. Steeds vaker ontstaat er daardoor een soort kat-en-muisspel waarbij internetters proberen om alternatieve woorden te vinden om toch hun boodschap te kunnen overbrengen. Zo werd Chen Guangcheng bijvoorbeeld veranderd in CGC of de blinde man of de man met de zonnebril. Maar je zag dat meteen daarna ook die termen weer verboden werden op het internet. En dat merkte ook de populaire schrijver-blogger Murong Shutsun. Bijna 2 miljoen Chinese twitteraars volgen zijn vlijmscherpe analyses van de Chinese maatschappij over corruptie, onrecht. Hij danste met zijn taalgebruik altijd op het randje van censuur en dacht de grens van het toelaatbare te kennen. Maar ook zijn account is sinds vorige maand tijdens het schandaal van Chen Guangcheng geblokkeerd. Maar in dat tijdje was mijn meningsuitingsvrijheid niet zo gevaarlijk. Waarom kiezen we deze tijd om te gaan? Miljoen Chinezen die met een paar drukken op de knop feiten, geruchten en meningen kunnen verspreiden. Dat de overheid het heeft toegestaan, kun je een overwinning van de openheid noemen. Maar volgens Murong Shutsun is het ook exact de reden waarom het geen lang leven beschoren kan zijn. Voor de duidelijkheid, Twitter, Facebook, YouTube en de Chinese website van Google zijn al geblokkeerd in China.